Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom op deze eerste kerstdag bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect, hier op Vaco Games. En jongens, op de vorige aflevering hebben jullie bijna 3000 likes achtergelaten. Dat is natuurlijk super tof. En ik had zoiets van, waarom gaan we op deze eerste kerstdag niet proberen om iets goeds te doen voor de gevangenen? Het is en blijft tenslotte een gevangenis, dus ik kan ze niet allemaal vrij laten, hoe graag dat ze het ook zouden willen. Maar, wat ik wel kan doen is proberen om zoveel mogelijk familie op bezoek te laten komen in mijn gevangenis. Dat gaat waarschijnlijk wel helemaal goed komen, want ik heb best wel centjes. Ik denk dat ik me daar vandaag gewoon volledig op ga richten. Misschien dat het gaat lukken. Misschien ook niet. We gaan eens even kijken waar wij nog ruimte hebben, want ik vind dit eigenlijk wel een mooi plekje. Ja, waarom ook niet? We gaan er gewoon voor zorgen dat we één hele speciale plaats hebben waar alle families bij elkaar kunnen komen. In dit gebouw gaat dat worden. Is dat een duur gebouw? Ja, dat is een duur gebouw. Maar wat maakt het uit? Het is kerst en kerstgedachten mag best wel wat kosten. Vind ik wel hoor. We gaan eens even een deurtje erin fixen. Een deur kan mooi hier. Zo. Want ik heb een beetje door zitten lezen wat we allemaal nodig hebben voor een bezoekruimte. Ik heb een aantal andere prisons om zelf voor een beetje te oefenen voor mijn nieuwe serie vanaf 1 januari. En het schijnt dus dat je een ontvangstruimte moet hebben waarin de mensen binnenkomen en dan pas worden ze bij de gevangenen gelaten. Heb ik al die tijd gewoon helemaal niet geweten. Ik dacht van nou, ze gaan naar binnen en ze gaan weer naar buiten en that's it. Maar er zit blijkbaar toch nog een hele gele gedachte achter. Dus we gaan het maar eens even proberen. Als mijn werkmannetjes kunnen gaan beginnen met bouwen, dan zou dat zeer fijn zijn. Kijk eens eventjes, dank u zeer. We hebben daarvoor nodig een receptie. Die moeten we hebben. En dan moeten we een bezoekruimte hebben met een bewaker, anders dan luisteren ze niet. 34 gevangenen hebben serieuze klachten. Nou, wat hebben jullie voor klachten, jongens? Wat zijn jullie klachten? Ze willen eten. Nou, je kan lang wachten, maar het kerstdiner komt vanavond pas. En ze willen gewoon nu al het kerstdiner. Dat kan niet, het is 11:45. Je gaat er niet om 11:45 ochtends je kerstdiner naar binnen zitten werken. Dat doe je niet. Je neemt maar een kerstchocolaatje of zo. Het eten komt vanavond pas. Eerst al die bomen eens even slopen. Het zou fijn zijn als ze een beetje doorwerken. Come on. Anders is het kerstfeest al voorbij voordat iedereen op bezoek kan komen. Dat zou vervelend zijn. Dat ze zeggen van nou, je mag met kerst je ouders op bezoek krijgen. Dank u. En dat je dan vervolgens pas met Pasen naar binnen mag. Dat zou vervelend zijn. Een receptie. Waar je gevangenen meteen naartoe worden gebracht als ze arriveren. Waarom moeten mijn gevangenen naar de receptie? Dus kunnen ze dan inchecken in mijn gevangenishotel of wat is dat? Ik ga het gewoon hier zo maken. Dit wordt bezoekruimte. Materialen. Stenen muurtje. Hoppakee. Deur erin. Eén deur. Nou, bouwen, bitch. Daar moet in een bezoekerstafel. Kan ik regelen. Bezoekerstafel. Waar is die toko? Hier. Ga gewoon heel veel bezoekerstafels erin doen. Uiteraard heb ik het weer eens een keertje totaal verkeerd afgemeten. Maar vooruit. Oh, dit kan ook. Ja, dit is ook prima. Hier kan ik ook mijn leven. Jawel. Zo, en dan die daar. En dan die daar. Is het echt nodig, een receptie? Ik kan het me haast niet voorstellen. Nou jongens, nog even wachten. Straks mag de Polonaise. Waarom gaan jullie trouwens helemaal daarheen? Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie daar nou weer doen? Oh, ze gaan naar de luchtplaats. Oh, misschien dat ik gewoon even een andere luchtplaats ook voor ze moet bouwen. Krijgen ze een extra cadeautje, een gratis luchtplaats. Waarom gaan ze met z'n allen via de keuken trouwens? Wat is dat nou weer voor rare route? Ze hebben hier een hele mooie grote uitgang. Waarom moeten ze dan helemaal via de keuken daar... Nou ja... Ik ga niet eens meer nadenken of dat het ook überhaupt logisch is. Wat is er aan de hand? Ja, en dan ga je vervolgens ook nog lopen gellen. Dit is toch niet de kerstgedachte? De kerstgedachte is vrolijkheid, vriendelijkheid en respect naar elkaar. En wat gaan we dan krijgen? Rellende gevangenen. Nou, jullie zijn blij. Jullie mogen blij zijn dat het kerst is. En dat ik wel aan de kerstgedachte denk. Maar jongens, dit kan toch niet. Hier, dan gaan we ze allemaal weer terug. We hebben niks gedaan. Nou, ik let op jullie. Dat je het even weet. Ik hou jullie goed in de gaten. Allemaal via de fucking keuken. Deze keuken is verboden toegang. Wacht even. Deze deur. Ontmantelen die deur. Dit wordt een personeelsdeur. Alleen personeel mag hier naar binnen. Wat zijn dat nou voor geintjes? Zo.
personeelsdeur. Jullie gaan maar gewoon via de grote deur. En dan wacht je maar tot er een bewaker op bezoek komt. Zo werkt dat hier. En geen moment anders. Grapjassen via de keuken naar binnen. Jongens, jullie gaan gewoon via de keuken naar binnen. Waarom? Dat er krat er staat waarschijnlijk, hè? Krat, lozen die ding. Weg met dat krat. Vergeet je je afval niet mee te nemen? Nou kan die deur niet dicht, dan kunnen ze gewoon naar binnen en naar buiten wandelen. Neem dat afval nou mee. Handige Henkie, dankjewel. Moeten ze wel die deur dicht doen? Anders gaat het nog mis. Ah, de bezoekruimte is af. Fijn. Er moet dus een bewaker in. Zo, laat een bewaker rondjes lopen. Er mag ook een waakhond mag erbij. En er moet ook, heb ik geleerd, een metaaldetector bij. Want dan zou het voor kunnen komen dat ze dingetjes naar binnen smokkelen via het bezoek. En dat willen we niet. Dat zou heel vervelend zijn als dat zou gebeuren. Stroom erop. Dit wordt zijn patrouille. Dit is jouw patrouilleruimte, oké? Okay? Jij gaat hier patrouilleren, ook al zit er helemaal niemand. Ik vraag me toch elke keer af waarom ze dat niet willen. Waarom komen ze nou niet op bezoek? Doe ik het verkeerd? Is er een verkeerd regime of zo? Een dagrooster. Vrije tijd, vrije tijd. Ze hebben alleen maar vrije tijd hier. Eten, 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 vrije tijd. Nou, het is echt een fucking hotel, dit. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk wat een hotel mijn gevangenis is. Onderzoek tasers. Nou, graag. Tasers, die moeten we hebben. We moeten toch gewoon mensen op bezoek kunnen krijgen? Dat is nou voor onzin. Gevangenisbeleid. Waarom komen ze niet? Eén gezin wil op bezoek komen. Ah, oh, de rest van de gevangenen die krijgen geen bezoek. Dat is lullig. Jongens, ik wil graag dat deze metaaldetector... Juist, dat die metaaldetector aan... We doen er wel ook een personeelsdeur bij en dan snappen jullie het weer niet. Hier is een personeelsdeur, daar mogen jullie er naar binnen en dan mogen de vervangenen via die andere deur, oké? Okay? Zo, dat je erin. Klaar. Dit is jullie deur. En dat is de gevangenisdeur. En wat is dit nou weer voor iets? Boomstronk? Het lijkt meer op een hoop stront. Ik wil geen hoop stront in mijn gevangenis. Want voordat je het weet gaat er iemand met zijn voeten instaan en dan gaat de hele gevangenis stinken. Dat willen we niet. Raad eens wie het op mag ruimen. Antwoord, het is ik. Een van de douches doet het niet. Een van de douches deed het niet. En ik doet het wel. Ik snap er geen reet meer van. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het allemaal mooi. Is er verder nog iets wat er aan de hand is? 15 gevangenen komen in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Ik dacht je het even niet, vriend. Ze waren net nog aan het rellen. En dan komen ze in vervroegde vrijlating. Lijkt Nederland wel. Vervroegde vrijlating, die zijn gek. Je zit maar gewoon keurig netjes je hele straf uit. Zal ik daarvan denken? Dit moet trouwens een andere deur worden, bedenk ik me net. Loos die deur, weg ermee. Dit moet een gewone deur worden. Zo. Gewone deur. En dan wordt dit een vrijlatingshok. En dan moet een bezoekerstafel in. 1. 2. En er moet ook een bewaker in. Ik dacht, we zetten er gewoon een gewapende bewaker neer. Waarom ook niet? Werk. Gewapende patrouille. Van hier naar daar. Oké? Dat is jouw werk. Van de hele dag rondjes lopen door dit hier. Het is een klote baan. Je krijgt er lang niet genoeg voor betaald. Maar het is je baan, dus doe het maar. Ik betaal je ervoor. Ik zou hem eigenlijk veel meer moeten betalen, maar het is zo'n klote werk. Iemand moet het doen. En ik doe het niet, dus hij moet het doen. Of zij moet het doen in dit geval. Waar staat dat te slapen? Hij staat goed. Hij staat te slapen met een gun op zijn rug. Dwaas. Ik snap het. Waarom gaat hij staan slapen op zijn werk? Je bent een fucking gewapende bewaker. Je bent heel gevaarlijk. Dan moet je niet gaan lopen tukken. Weet je wat we ook gaan doen? We geven ze de gevangenen ook, omdat ik zo aardig ben vandaag, een nieuwe luchtplaats. Hoe aardig is dat? Omdat ik zo aardig ben,
krijgen ze een nieuwe luchtplaats. Zo, deze afsluiten. Dan moet deze even opgeruimd worden. Sorry dude, jouw cel is geen cel meer. Wegwezen. Lozen die hap. Jouw cel wordt de nieuwe uitgang. Dat is balen. Er zijn vast nog wel lege cellen. Dan ga je daar maar in slapen. Ik wacht dat dit weggehaald wordt. Dag jongens. Oh, jullie gaan daar een hek bouwen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk gaan jullie daar een hek bouwen. Hij ligt gewoon te tukken. Hij wordt gewoon zijn bed uitgetrapt. Hop, oké, wegwezen. Dag. Had je die cel maar niet uit moeten kiezen hoor. Is je eigen domme schuld. Ik wil graag een grote gevangenisdeur. Hier, AUB. Dit is geen cel meer. Dus zoek het maar uit. Dit wordt een mooie nieuwe yard. Ach, wat schitterend. Ik wil graag een luchtplaats. Dit is een grote nieuwe luchtplaats. En op een luchtplaats hebben wij een halterbank. Waar ze lekker kunnen sporten. En daar kunnen ze lekker sporten. En daar lekker sporten. En daar. Ik zou zo blij zijn als ik in deze gevangenis zou zitten. Ik krijg allemaal mooie gratis dingetjes met kerst. Er zijn gevangenissen, dan krijgen ze dat niet hoor. Allemaal lekker sporten. Ach, wat fijn. Zo, en dan kunnen ze hier via het telefoonhokje kunnen ze bellen. Met het thuisfront. Och, wat aardig. Ik ben veel te goed voor mijn gevangenen. Lekker bellen. Och, wat lekker. En dan kan je hier kan je biljarten. Op de gevangenis binnenplaats kan je gewoon lekker biljarten bij mij. Kan allemaal. Niks aan de hand. Go. Logistiek. Daar mogen gevangenen werken. Daar mogen ook gevangenen werken. Het zou wel fijn zijn als ze nou ook daadwerkelijk deze gingen gebruiken en niet meer met z'n allen naar dit kleine klote yardje gaan rennen. 1 sterfgeval vandaag. Oh, waarom? Ah, vechten in de douche. Tuurlijk, vechten in de douche. Ik geef jullie allemaal nieuwe dingen, allemaal mooie spulletjes. En wat gaan jullie doen? Jullie slaan iemand in elkaar in de douche. Hij is dood. Rip. Wat gaan we daarmee doen? Hij is dood. Wat gaan we met die dooi doen dan? We gaan hem niet zomaar in de afvalbak gooien, hè? Wat gaat hij dan met die dooi doen? Ik heb geen mortuarium of zo. Hij gooit hem gewoon buiten met al het vuil. Oh, dat vind ik ook niet aardig. Dat vind ik ook niet nodig. Ik heb niet heel veel met gevangenen, maar om ze nou per se buiten op straat neer te gooien, terwijl ze dood zijn, vind ik ook weer zoiets. Weet je wat we doen? We bouwen hier gewoon een mortuarium. Zodat als we dode gevangenen hebben, dan kunnen we ze tenminste ergens opslaan. Dan gaan ze niet zomaar bij het grofvuil zetten, dat is niet netjes. Ons moet wel een beetje netjes blijven, ons moet menselijk blijven. Mortuarium. Bouw een muur, heren. Dan zet ik ondertussen de deur erin. Zo. Mortuariumpje, hoppakee, bam. Heeft men nodig een mortuariumtafel? Ach, maar die kan ik regelen. Kijk eens eventjes. Een mortuariumtafel. Met ruimte voor 4 dooien. Nou, weet je wat, we doen er nog eentje. Kunnen we 5 dooien kunnen kwijt. Als dat niet voldoende is, dan weet ik het ook niet meer hoor. Waarom is iedereen dan klagen, jongens? Wat is er aan de hand? Ze willen vermaak. Nou, kijk eens. Jullie hebben fucking pooltafels op je biljart binnenplaats staan. Is het nog niet goed? Ik ga trouwens eventjes een paar hondenpatrouilles over dit ding laten lopen. Want ik geloof het niet. Dat ze zich netjes gaan gedragen hier. Sowieso dat ze ruzie gaan maken. Gewapende patrouille over de binnenplaats. Hoppa. Extra personeelslid. Gewapende patrouille. Hondentrainer. Go. Ze gaan ook gewoon op de fucking pooltafel zitten. Ze hebben allemaal sigaretten ook in één keer. Kom niet uit het kerstpakket, jongens. Ik kan me niet herinneren dat ik sigaretten in het kerstpakket heb gedaan. Kan het me niet herinneren. Wie is dit? Ah, we hebben een bezoeker. De advocaat van Hudson. Nou, er is in ieder geval iemand. Ik weet in ieder geval dat het werkt. Dat is ook wel fijn. Maar hier komt ook... Op een of andere manier willen ze niet op bezoek komen bij mij. Ze willen het gewoon niet doen. 21 gevangenen komen in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Nou, ga dan daarin. Waarom willen ze dat nou niet?
Wat is er mis met mijn vrijlatingshokken, jongens? Laat dat even weten in de reacties. Misschien dat ik het kan gebruiken in de volgende serie. Want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, 1 januari 2016 ga ik een dagelijkse Prison Architect serie beginnen. Voor de mensen die daarom gevraagd hebben, ik ga gewoon naar jullie luisteren. Dagelijkse serie vanaf 1 januari op Vaco Games. En nu kan ik nog deze kleine aflopende serie gebruiken om zoveel mogelijk dingen te leren. Dus als jullie mij nog dingen kunnen leren die ik kan gebruiken voor de volgende serie, laat het me alsjeblieft weten. Zoals dat bezoek. Ik heb het idee dat bezoek niet werkt. Ik heb het idee dat ze ook geen gebruik maken van de groepsruimte. Het lijkt erop alsof ze daar niks mee doen. En misschien dat dat aan mij ligt. Maar ik heb het idee dat ze niet werken. Misschien dat ik het fout doe, hoor. Die kans is best wel vrij groot aanwezig, namelijk. Ik ga hier nog eventjes een extra... Ik ga een receptie bouwen. Kijk wat ze daar nou eigenlijk precies mee willen. Kijk wat ze daar nou eigenlijk mee willen. Wat willen ze nou met een receptie? Wat moet ik daarmee? Daar moet een gewone deur in. Kan iedereen naar binnen? Een receptie. Dat is leuk kunnen we een blonde secretaresse aannemen. Dat is wel interessant voor sommige gevangenen. Zo. Dat moet een receptie worden. Waar je gevangenen naartoe worden gebracht. Ja, leuk. Een bureau, een tafel en een stoel. Een bureau, een tafel en een stoel. En wat gaan we er dan mee doen? Moet ik ook een blonde stoot inhuren? Mijn grote tetten, wat moet ik ermee doen? Hier moet nog een stoel, een bureau en een archiefkast in. Archiefkast, archiefkast. Bureau, bureau. Stoel, stoel. Nou, welke twee kantoortjes erbij. Leuk hoor, maar wat gaan we er doen in die receptie? Dat wil ik dan wel weer even weten. Eigenlijk hadden we ook lampen moeten ophangen hier, want nou zie ik helemaal geen enige rijt. Wat op zich best wel vervelend is. Even wat lampjes aanleggen hoor, dat zie ik geen ene hol. Ik moet wel kunnen zien wat ze aan het doen zijn buiten op die yard. Zo, sluit maar aan. Lampje zat. Het zijn allemaal kerstlampjes, maar dan anders. Kijk, er is gewoon echt letterlijk niemand. Die bewaker die patrouilleert hier echt voor jouw lul. Voorwerp, al dat soort hout. Wat moet al dat hout hier? Komt dat hout op bezoek? Nee, toch? Nee. Dan moet hier nog stroom in. Zo. Kijk, lampjes. Kijk, dan kunnen we tenminste zien wat er gebeurt. Ontsnapping! 5 ontsnappingen! Ja, dikke vinger. Echt niet. Hoe dan? Er liggen geen pijpleidingen. Hoe zijn die gasten ontsnapt? Grondig onderzoek. Ik wil weten wat er gebeurd is. In deze cellen. Hoe zijn zij ontsnapt? Wat een gigantisch lange paupertunnel hebben die gasten gegraven. Dit is niet de bedoeling, beste mensen. Hoe dan? Zijn ze via de kleine pijpleidingen ontsnapt? Dat kan toch helemaal niet? Ze zijn hier via de grote pijpleiding gegaan? Oh, shit. Benieuwd wat ze nog meer gaan vinden. Ik heb hier expres hondenpatrouilles laten wandelen. Om te kijken wat er aan de hand was. En dan alsnog ontsnappen, hè? We moeten in de volgende gevangenis moeten we sowieso de cellen minder dicht bij de muren zetten. Er moet een grote plek langs. En het liefst moeten er ook nog bewakers buiten lopen. Om het helemaal makkelijk te maken. Wat hebben ze nog meer? Benieuwd wat ze allemaal gevonden hebben, hoor, jongens, qua spulletjes. Nog 5 plekken doorzocht. 3, 2, 1. Dan moeten we dus deze tunnel gaan verwijderen. Zo, vol storten met beton, dat ding. Kost me weer
bijna 1000 euro. Zo zonde van het geld. Nou, jullie gaan allemaal lekker zitten eten en doen alsof er niks aan de hand is, hè? Ik ben gewoon 5 fucking gevangenen kwijt. 5. Ik denk dat ik die gasten maar eens ga zoeken, want... Dan hebben we wel 5 lege cellen. Mocht iemand nog een leuke cel zoeken voor deze kerst, go for it, er staan er bij mij 5 leeg. Vaco Gamers, hopelijk willen jullie mij helpen op deze eerste kerstdag door eventjes een like op deze video te doen. Laten we proberen of we de 3000 likes kunnen redden. Zou leuk zijn op deze eerste kerstdag. Leuk kerstcadeautje voor mij. Hopelijk zie ik jullie ook terug vanaf 1 januari bij een gloednieuwe serie van Prison Architect. Dagelijkse serie gaat het worden. Dat betekent dat we dagelijks een aflevering gaan doen om te gaan proberen om onze gevangenis zo mooi en zo groot mogelijk te maken. Deze gevangenis gebruik ik tot die tijd om dingen te leren, om dingen in de gaten te krijgen. Mocht je nog leuke tips voor me hebben, ze zijn uiteraard van harte welkom in de reacties. En ik zie jullie graag terug volgende keer bij een volgende aflevering van Prison Architect hier op Vaco Games. Mazzel!